Hallo mensen, welkom terug in de Minecraft Mega Blok wereld. De vorige keer hebben wij de comparator gemaakt en vandaag gaan we weer een full blok maken. En dit keer gaan we de boekenkast slash plank maken. Dit gaat vooral veel hout worden, maar ook een paar kleurtjes. En ik ga waarschijnlijk de clone comment gebruiken. Dus ja, het gaat vast een leuke beeld worden. Die eerste kant is dus nu af. Ik dacht eerst om gewoon massieve kleuren te gebruiken. Maar toen dacht ik, ja, maar dit zijn nu gewoon 8 rijen in totaal van gewoon kleurtjes. Want in het echte blok, zeg maar, in elk geval in mijn texture pack, zit er ook een lichter gedeelte, zeg maar, in het midden. Dat heb ik geprobeerd na te maken door gekleurd glas te gebruiken. Dit ziet er op zich oké uit. Alleen, ja, het is nu weer iets te licht. Vooral in mijn texture pack is het een heel klein beetje getint. En dan vooral een randje eromheen. Maar goed, op zich ben ik best blij hoe dit eruit ziet. Ik ga dus nu de clone comment gebruiken om de andere zijdes ook te gaan doen. Ik ben er nu achter gekomen dat ik toch een van deze zijkanten zal moeten gaan maken. Doordat je niet kunt zeggen dat hij bijvoorbeeld moet gaan draaien. Daardoor zal ik deze zijkant ook moeten gaan maken. En dan kan ik deze clone naar die andere kant. En dan zal ik de bovenkant nog moeten maken. Dus dat ga ik nu maar even doen. Dus dan kom ik zo meteen weer bij jullie terug. Oké, dus nu heb ik ook deze kant weer gemaakt. Nu ga ik hier dus de clone comment gebruiken. Nou, zoals jullie zien, moet nu alleen nog de waarde bovenkant. Dus die ga ik even maken. En dan is hij eigenlijk alweer klaar.
Nou, de boekenkast is af. Ik vind het op zich best goed gelukt. Ja, dat was het eigenlijk voor deze video. Ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken. Tot de volgende keer.